Op 9 april overleed Chris Bailey, zanger van de Australische oerpunkband The Saints. Hun debuutsingle I'm Stranded verscheen in september 1976 en was daarmee de eerste niet-Amerikaanse release die als punk bestempeld kon worden. De Britse Weeklies en DJ John Peel waren laaiend enthousiast over de single. In hun eigen land was de pers eerder negatief, als ze al aandacht kregen, waardoor ze verhuisden naar Londen. Met hun lange haar en klassieke nozemlook vielen de Saints ook daar uit de toon. En dan kwamen ze ook nog eens op het waanzinnige idee om op hun tweede album meer rhythm and blues invloeden te gebruiken. En heerlijk toeterende trompetjes. Single This Perfect Day was woest en werd wel nog hun grootste hit. Maar hun moody derde album, het ondergewaardeerde Prehistoric Sounds, met een extra dosis trompetten, was een flop. Hun label liet hen vallen en de band viel uit elkaar. Bailey richtte later nog verschillende versies van The Saints op. Het klassieke album All Fool's Day uit 1986 is ook een aanrader. Maar nu eerst trompetjes.